Ja, Erik, we staan hier in de Sparrelaan in de muziekwinkel. En het heeft alles te maken met de foto, hè, die je in handen hebt. Ja, want we hebben een hele muzikale foto dit keer. Een mandolinevereniging. Mensen die mandoline bespelen. En die vereniging heet de Sevia. Zo kun je zien op die foto, staat erbij. En ze hebben ook prachtige linten aan de mandolines. Daar staat ook Sevia opgeschreven. Die foto komt uit een album van de familie Schothorst. Een katholieke familie uit Baren. Onder andere een boerderij aan de Weteringstraat. Er zullen denk ik wel familieleden van die familie Schothorst op die foto afgebeeld zijn. Maar ik ken er niemand van. Ik heb nog nooit geweten dat we een mandolinevereniging hier hadden in Baren. Ja, die is er zeker geweest, want ik heb verschillende foto's van de mandolineverenigingen. En we willen dus graag weten wie meer kan vertellen over deze vereniging. Waar repeteerden ze? En wie zaten er op die club? En wie herkent de persoon op deze foto? Weet je het jaartal hiervan of niet? Geen idee. Ik schat het in zo rond de jaren 30, 1930 ongeveer.